We gaan logeren een paar dagen bij een lokale familie. Ja. Als we niet helemaal verwacht hadden dat ze zonder bed slapen. Wanneer de hele buurt blij is met je komst. Kinderen komen zelfs over de schutting. Wanneer iedereen naar je kijkt in de deuropening. Nou, het liep net een beetje lichtelijk uit de hand hier. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Wij zijn vanochtend naar onze nieuwe bestemming gegaan en daarvoor hebben we 8 uur in de bus gezeten. Ja, lekker lang ritje. Dus. We zijn aangekomen in Amparo, want we gaan logeren een paar dagen bij een lokale familie. Ja, superleuk. En we hadden helemaal leren kennen eerder en helemaal leuk. Ze hebben ook net een klein kindje, dus dat gaat sowieso heel gezellig worden. Ja, het enige wat wel een klein probleempje is, is dat we niet helemaal verwacht hadden dat ze zonder bed slapen, omdat het volgens hun hier te heet is, dus dat je gewoon met z'n allen op de grond kan slapen. Ja, dus dat je niet per se een matras nodig hebt. Dus we gaan even kijken hoe we dat gaan fixen. We hebben wat spullen nu gefixt, in ieder geval wat matjes en kussen en een lakentje. Dus ik ga even kijken wat ik daarvan kan fabriceren. En het is natuurlijk wel super lief dat wij dit huis helemaal mogen lenen. Dus dat is wel heel chill. We hebben koeien voor de deur. Gezellig. Wij slapen nu dus bij hindoeïstische mensen. Voorheen hebben we ons voornamelijk veel verdiept in de boeddhistische cultuur. Maar hindoeïstische mensen hebben dus allemaal een kamer in hun huis. Helemaal gewijd aan de hindoegoden. Dus dat is wel leuk om te zien dat ze daar gewoon een hele slaapkamer aan wijden. Ze laten ons hier ook echt super welkom voelen, want we krijgen heel de tijd eten, 's ochtends, 's middags, 's avonds. Dus dit is ons ontbijt. Good morning. Good morning. Dus dat dit medicijnen zijn voor allergieën, dit bloemetje. Die kan je eten, we hadden die in Damakuta al gegeten, alleen we wisten eigenlijk niet wat het was. En nu dus wel. Ja, dus als je dus dit doet, krimpt gewoon die hele plant. Dat is echt raar. Oude mensen kunnen hier ook echt nog superveel in vergelijking bij ons. Fresh King Coconut. Yeah. African Jungle Queen. Ja. Nou, kokosnoot eten uit de kokosnoot met een kokosnootlepel. Zo leer je nog eens wat. Yes. Wij worden vandaag mee op pad genomen. Ja, we zijn op sightseeing tour in de omgeving van het dorp waar we zitten, dichtbij Amparo. Ja, dus we weten zelf ook niet precies waar we heen gaan, maar ja, het zal vast leuk worden. En zoals je hoort, zijn we nu dus aangekomen bij een waterval. Ja. Jules gaat hier eens even flink onderuit. Ja. Maar ja, ze was al lang niet meer gevallen. Nee, dus het zat eraan te komen een keer.
Wij zijn aangekomen bij onze derde stop. We zijn weer terug in het dorpje en we gaan even een rondje lopen door de straten. Deze kindjes zijn hier een spelletje aan het spelen. Leuk. We lopen dus op straat en al deze kinderen willen met ons op de video en de foto, want ze zijn niet gewend aan toeristen, dus nee. Niemand weet wat ze zien met ons over straat. Nee, wanneer iedereen naar je kijkt in de deuropening. Ja. Wel een leuke dag gehad vandaag. Ja. We zijn echt op allerlei verschillende plekken geweest. En... allemaal op de motor. Oh ja. Ja, we waren de hele dag op de motor. Dus dat is ook best wel chill. Het is eigenlijk een soort van, het voelt een beetje als een klein jungle dorpje. Maar ja, dan zonder muggen. Mensen zijn hier dus ook super van ons onder de indruk. Omdat wij dus, ja, de enige toeristen zijn die hier ooit komen. Dus dat is ook wel grappig, want dan rij je op de motor en dan kijkt iedereen echt zo zes keer om. Zo, ja, of als ze zelf op de motor rijden, dan maken ze gewoon zo'n bocht heen en terug. Oh, ik ga mijn telefoon laten vallen. Ja, daar ging niet. Zijn we weer. Maar dan maken ze gewoon zo'n rondje om drie keer langs ons te komen en te kijken van wat zijn jullie gewoon. Ja. Dus dat is wel grappig. Dus straks werden we ook dan allemaal door kindjes geroepen en de familie, kindjes wilden allemaal nog met ons op de foto en van alles en nog wat. En nu liggen we in bed. Of ja, nee, eigenlijk niet in bed. Nee. Op de grond. Ja, want ik dacht nog, oh leuk, we krijgen iets meer. Maar we hebben twee dekens wel verteld meegekregen. Ja, twee vliesdekentjes, zodat het iets minder hard is. Maar ik heb mijn trui onder mijn rug gelegd nog. Maar ik moet zeggen dat ik alles had verwacht van lokaal slapen. Behalve dat er geen bed zou zijn. Ja, want hier hebben wij wel gewoon een normale wc en zo. Wat we dus bij de vorige lokale ervaring niet hadden. Ja, en we hebben ventilator. Kijk, ik weet niet of je het zo... ja, je ziet het. Dus al dat soort dingen dus wel. En je... ik had gedacht, nou, ik heb geen wifi. Nou, dat is dus ook niet. Maar ik had niet verwacht dat ik geen bed zou hebben. Nee. Maar ja, het komt gewoon goed. Ineens wel even hard zo op de grond. Ja, dus het is 3 nachtjes in totaal. Dus, ja. Dus wij gaan slapen, want we gaan morgen iets leuks doen. Maar yes, daar vertellen we jullie morgen meer over. Welterusten. Doei. Goedemorgen, wij zijn onderweg in de tuk-tuk en we gaan even ontbijten voordat we op onze bestemming aankomen. Wij gaan op safari. Nou, we zijn er. We hebben het gevonden. Ja, wonderbaarlijk. Ja. Want we moesten overal zelf heen rijden met de tuk-tuk. Ja, zijn we niet gewend dat we zoveel zelf moeten regelen. En nu is de guide nog even 5 minuten te laat. Het is wel een super guide. Dus ik ben benieuwd. Ja, en het is weer goed geregeld. Want we zijn of course weer alleen op de safari. En daar houden we van. Kunnen we gewoon lekker door heel de jeep heen en weer springen om alles te fotograferen als we iets zien. Tweede Jeep Safari deze tour of deze reis. We zijn in het Karooya National Park.
Ja, en het is altijd een beetje spannend omdat je te maken hebt met wilde dieren. Dus je weet nooit of je iets gaat zien. Maar we hopen natuurlijk wel. We hadden de vorige keer best wel veel geluk. En meestal hebben we eigenlijk ook veel geluk met dieren en met weersomstandigheden op de goede momenten. Dus laten we hopen dat het voor vandaag ook zo is. Ja, want dit is een van de minst bezochte nationalparken van Sri Lanka. Dus ik hoop juist dat dat zo is van veel geluk. Even de weg vrijmaken, want er komen hier dus niet zo mega veel mensen. En we zijn weer onderweg. We zijn weer terug bij onze Sri Lankaanse familie. Een eten wordt bereid hier. Vis gesneden. Omdat wij het veel te heet hebben, komen al die vliegjes op ons af. Dan zie je dus echt dat wij er niet gewend zijn. Want die vliegjes, die komen echt niet allemaal op hun af. Nee. Kinderen komen zelfs over de schutting. Hi. Hi. Oma stuurt ze weg. Ze vindt het niet leuk. Met een tak. Wanneer de hele buurt blij is met je komst. We gaan king kokosnoten uit de boom halen. Ah, daar ligt hij. Snoten zijn echt multifunctioneel, want we maken hier dus gewoon touw van als je dit in heet water hebt gedaan en zo. Mega handig. Hallo. Oh, dit is een klas. We mogen even in de klas kijken. Dat is leuk.
Nou, het liep net een beetje lichtelijk uit de hand hier. Ja. Want hele families kwamen hier gewoon naar de plek waar wij dus slapen. En allemaal aankloppen. En dan deden we dus open. En voordat je het wist, stonden ze gewoon allemaal al binnen. Dit is denk ik echt de plek van alle plekken die we ooit hebben bezocht. Waar ze gewoon het minst toeristen hebben gezien. Dus volgens mij zelfs in de Amazone hadden ze gewoon nog vaker een toerist gezien als hier. Ja, dus we vroegen het net ook nog aan Krishna of ze dus ooit een wit iemand hebben gezien. Nou ja, het antwoord was eigenlijk dus ook gewoon nee. Dus ze vinden het gewoon heel leuk en ze willen gewoon allemaal op de foto en zo. Alleen ze begrijpen daardoor niet zo goed dat wij dat heel leuk vinden op de straat en als we bij zijn familiehuis zijn. Maar als we in onze eigen plek zijn, dat je dan eigenlijk niet met z'n allen gewoon binnen kan komen en hier kan rondrennen terwijl al onze spullen hier liggen. Ja, dus ik voelde me ook echt zeg maar gewoon helemaal aangekeken. Zeg maar gewoon. Dus toen dacht ik ook, oh. Maar het is wel allemaal uit goede bedoeling. Ja, en ik vind het ook wel echt, het is ook heel speciaal. Dus het is heel, maar buiten ons eigen space. Ja. En dan gewoon, daar vind ik het super leuk. Vandaag was onze laatste avond met de familie en we hebben een cadeautje gekregen. Super. Een kaarsenhouder, heel lief. Dank, thank you. Bye. Nou, wij zijn weer onderweg in de bus. We hadden echt een mega leuke tijd gehad met de familie. Ja. Super lief. Echt heel fijn geweest, echt goed voor ons gezorgd ook. Ja, dus we zijn echt blij dat we wel zo bij een lokale familie hebben gelogeerd. Ook al was het bed even schrikken en was het toch heel anders. Het leven dan zo lokaal als wat je verwacht. En je ziet dan dus ook best wel die cultuursverschillen weer. Ja, maar dat is juist ook wel weer heel bijzonder en leuk. Dus ja, we hadden een leuke tijd. Dus we gaan weer op naar een nieuwe plek. Hopelijk blijven jullie nog even met ons meekijken. Daar gaan we allemaal uithangen. Als je deze video leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft. En dan zien we je snel. Doei!